Een hele goede dag. De mensen die mij kennen weten dat het zo'n drie jaar geleden. ik een enorme kickstart aan mijn vermogen heb gekregen. dankzij de crypto-markt. Het is iets waarbij uh, de meningen enorm verdeeld zijn. De ene vindt het onzin, de andere die gelooft er zwaar in. Uh, er zijn heel veel mensen gigantisch rijk mee geworden. en heel veel mensen hebben aan het kortere eind getrokken. Ik denk nog wel meer. Dat laatste dan het eerste. Um, precies dat sentiment heb ik ook een hele tijd vastgehouden. Uh, ik heb een, zeg, uh, zo'n twee jaar lang niet in de crypto-markt geloofd. Anderhalf jaar. Um, onder andere door de gekke avonturen die we hebben beleefd. Um, veel problemen gehad door crypto. Ik bedoel, um, uh, de eerlijke realiteit is dat er meerdere politievoren zijn geweest. De Fiat heeft vragen gesteld. Uh, we hebben een civiele rechtszaak verloren. Al en al een, een totaal geen pretje om mee te maken. Allemaal omdat we een bedrijf hadden in de crypto. Nou, nu is het dus um, genoeg reden voor mij geweest om er lange tijd niet naar te kijken. Maar de laatste tijd hoor ik in mijn omgeving heel erg veel. Hey Mike, wat vind je hiervan? Wat denk jij van crypto? Uh, ik ben weer gevraagd voor een interview voor crypto. Dat heb ik destijds afgeslagen. Dit is ongeveer een maand geleden. Um, al met al. Um, heb ik me er tot nu toe best blind voor gehouden? En dat komt omdat ik eigenlijk alleen keek naar de Bitcoin-koers. En ik dacht: van ja, weet je wat, hij is wel wat lager. Maar het is niet, niet wat het ooit is geweest. Maar um, afgelopen maandag zat ik uh, bij mijn collega Jasper. Die ook werkzaam is bij SeoCare uh, en Snapcrowd. En we kwamen er eigenlijk uh, achter. Tenminste, hij zag het al een tijdje en uh, hij had het open voor zich staan terwijl ik uh, anderhalve meter bij hem vandaan zat. En hij liet me de markt zien en ik viel eigenlijk van mijn stoel af. Um, de markt is in drie jaar tijd niet zo laag geweest als dat die nu is. En um, toen ik dat realiseerde, dacht ik van weet je wat? Ik, um, ik, uh, ik had nog iets van 200 euro op de beurs staan. Ik had. Um, 500 euro over. Ik denk, weet je wat, ik stop het gewoon uh, erin. <laughs> en uh, ik kijk wel uh, wat er gebeurt. En ik denk, uh, nou, nog geen uh, dag later... zeg, anderhalve dag later sta ik al op 15% winst. Uh, voor de reguliere beurs zijn het natuurlijk uh, tarieven die uh, ongekend zijn, ongezien. Maar ik wil vandaag dus eigenlijk laten zien waarom ik denk... dat het op dit moment toch weer een goed moment is om in te stappen. Ook al... Uh, is het anderhalf jaar um, eigenlijk heel slecht geweest? Is de, de koers heel laag geweest? Um, zoals je hier ziet, uh, dit is het, het, het portfolio wat ik bijhoud, zodat ik uh, een beetje een overzicht heb van uh, wat de status is van de, van de crypto die ik heb. Um, je ziet hier de, de aankoopwaarde, die is ongeveer 637 euro. Dat klopt niet helemaal, want ik heb nog uh, orders uitstaan die nog uh, uh, gekocht moeten worden. Dus die kan je dan ook niet zien. Um, hier zie je uh, Hoeveel ik al heb gecashed, nou dat is 1 euro, omdat ik dus uh, 1 trade uh, bedacht ik me op. Uh, dat, dat kun je hier zo zien. Nou hier had ik een euro winst opgepakt, eigenlijk uh, 7,5%, maar er zat maar 18 euro in, dus uh, zodoende. Is trouwens ook een, uh, een heel gek rendement hè, als je dat uh, zo bekijkt. Um, hier zie je de uh, winst en verlies dat ik op dit moment heb ten aanzien van mijn aankoopwaarde. Uh, daarmee sta ik nu op 731 euro met uh, de 737 die ik heb ingekocht zeg maar en dit is het verschil in uh, 24 uur en dat kan natuurlijk ook verlies zijn maar op dit moment staat alles uh, hartstikke groen met aanzienlijke percentages. Um, en hier zie je een grafiekje uh, ondertussen ook een, een risicoanalyse dus um, uh, hoe heb ik mijn crypto verdeeld. Dit is het trouwens een overzicht voor degene die daar benieuwd naar is welke coins ik op dit moment heb gekocht. Ik heb uh, Tron TRX uh, proberen te verkopen. Dat kan nu misschien uh, al gebeurd zijn. Ik heb nog niet op de beurs gekeken. Ik had heel erg zin om deze video op te nemen en uh, te kijken uh, wat jullie gevoel is bij de crypto-markt. Geloven mensen erin? Uh, vind je het onzin? Vind je het gevaarlijk? Uh, hoe kijk je ernaar? Uh, want ik ken heel veel jonge jongens die uh, er heel veel geld mee verdiend hebben. En ik heb het gevoel dat, uh, dat het weer zover is. Nou, ja, goed. Uh, Laten we gewoon verder gaan. Dit zijn eigenlijk de munten die ik heb ingekocht. Uh, en met welke waarde? Nou, het bovenste percentage is het uh, percentage winst in euro's. En het onderste percentage is de winst in bitcoin. En dat is uh, best belangrijk. Omdat ik trade in bitcoin uh, sta ik er redelijk positief voor. Kijk je ziet hier ook sommige munten die uh, heb ik 40% winst op. Maar in de realiteit pak ik er 23, 26% op. En dit heeft ermee te maken dat omdat ik in bitcoin trade... En ik bijvoorbeeld hier 38% winst pak. Um, hier 12% nogmaals, dit is een anderhalve dag tijd even voor jullie beeldvorming. Um, heb ik dus um, uh, 20% winst. Maar omdat de bitcoin ondertussen ook is gestegen, eindig ik in euro's met 32% winst. Terwijl ik er eigenlijk maar 23 heb. Dus je werkt met een soort vermeniging, uh, vermenigingsvuldigingsfactor. Um, waardoor je dus uh, ja, eigenlijk. Uh, op een hele bewegelijke markt winst twee te pakken of verliest, kan natuurlijk ook. Uh, maar dat gaat twee keer zo hard in uh, beide richtingen, doordat uh, je eigenlijk met twee koersen werkt. Tenminste, ik handel in twee koersen. Je kan er dus ook voor kiezen om gewoon in euro's te treden... Maar ik doe dit om uh, flinke klappers te raken zoals uh, drie jaar geleden. En niet, uh, niet voor een veilig uh, uh, percentage. Dus ik ben bereid al dit geld te verliezen. Uh, maar eigenlijk wel met het idee om hier dus een, een uh, tienvoud van te maken, natuurlijk. Um, en ik geloof dat dat kan, en ik zal je laten zien waardoor. Het is uh, ten eerste niet, uh, niet voor het eerst dat zoiets is gebeurd. Ik heb hier de, de, markt, uh, de markten gefavoriet, um, welke ik op dit moment bespeel. Uh, Digibyte, nou, dit is uh, het percentageverschil in 24 uur. Niet specifiek van mijn munten. Daardoor, uh, daarvoor heb je dus je eigen portfolio. Uh, hier het, het, het tradevolume. En um, ja, we gaan gewoon even naar zo'n munt kijken om te laten zien wat ik bedoel. Kijk, je kunt dus zien dat op dit moment de waarde, um, dat staat hier linksboven, uh, in plaats van 0.000000, uh, dat is heel vervelend praten, noemen we dit Satoshi. Um, aan de hand van hoeveel getallen hier, je hier rechts hebt staan, uh, noem je dat een Satoshi. Dus stel, ik wil alleen 7, dus het, het zou zo zijn, dan is het 7 Satoshi. En op dit moment is het 157 Satoshi. Um, de reden dat ik heel erg hou van uh, lage coins, of uh, tenminste weinig Satoshi-coins, uh, mits ze natuurlijk een, uh, een, een juiste fundamentele analyse hebben: dus dat uh, eigenlijk uh, de coin zelf uh, wel iets is, het is geen scam-coin, het is een betrouwbare coin, je zit op een betrouwbare beurs, dan uh, hou ik ervan om op dit soort coins te spelen. En dat heeft eigenlijk mee te maken omdat je ziet het nu. Ik heb nu 40% winst op deze coin. En dat komt dus omdat er um, ja, eigenlijk ik hem voor zeg 112 heb ingekocht uh, uit mijn hoofd. Dus doordat hij nu op 156 staat, heb ik gelijk zulke winsten. Maar hier komt het mooie. Dit is al eigenlijk een prachtig rendement op zich. Stel dat ik dit met een ton had gedaan had ik nu 140.000 euro gehad. Maar het allermooiste is dit. En dat heeft ermee te maken dat. Als je dit zou vergelijken, kijk de, de koers lijkt nu heel hoog. En als ik dus in 24 maart had ingekocht, had ik nu een drievoud, dus 300% van mijn geld gehad. Dit is 24 maart, mensen, dit is nog geen maand geleden. Had je al je geld kunnen verdrievoudigen met Digibyte? En de reden dat ik het, het zo spectaculair vind en ik me hier een lange tijd voor heb uh, blind gehouden, is omdat als je dit zou vergelijken met drie maanden, dan staat die heel hoog. Vergelijk je dit met zes maanden, staat die heel hoog. Vergelijk je dit met een jaar. Dan zie je ineens dat het eigenlijk uh, omhoog begint te kruipen. En ik zal je hier laten zien: dit is dus uh, de periode in 2017, rond april. Toen zijn uh, wij dus ingestapt uh, drie jaar geleden. Toen stond de prijs. Uh, even kijken: op 10 april. Toen stond die rond de 85 Satoshi. Dat kun je daar helemaal rechts zien. Um, dus hier, zo zie je eigenlijk ongeveer voor, um, um, waar, die, uh, waar die staat, zeg maar. En je ziet hier dat. Uh, als je dan naar 10 april gaat, zie je rechts staan rond de 51,65 Satoshi. Nog geen maand later, nou zeg twee maanden later, is die helemaal doorgestegen naar, jawel, 1095. Dus je moet beseffen dat, um, ik zal even een calculator openen. Um, 1000, uh, um, wat zei ik, 1985 of zo? Hè? Even kijken. Dus, uh, of dat is hier. En dat is niet eens het hoogste punt dat hij heeft gehaald, maar echt het, uh, het waarop die is gesloten die dag. Uh, het percentage dat die is gestegen, zeg maar 1985. Dus 1985 delen door, uh, ja, wat was het, uh, 65. Nou, laten we hem hoog doen, doen we 80. Is 24 keer je geld terug in twee maanden tijd. Dus had je 100 euro ingelegd, had je 2400 euro. Zeg ik dat goed? Ja, had je 2400 euro gehad. Ja, dat zijn gewoon bizarre rendementen die, waar ik een hele tijd niet in heb geloofd. En dat komt er dus door ook dat de prijs in zo'n hele lange tijd eigenlijk uh, nooit zo laag meer is geweest. Het is altijd weer afgezakt uh, naar de. Uh, uh, hoe heet het? Uh, hij is heel erg lang wezen schommelen, maar nu staat hij een hele lange tijd zo dusdanig laag dat ik weer vertrouwen heb in de markt. En dit is niet alleen bij Digibyte, uh, maar dit is eigenlijk alle coins. Waarop ik uh, probeer te spelen. Niet allemaal hebben evenveel zoekvolume. Maar wat ik zeg: ik hou ervan op, uh, op hele lage coins te spelen. Um, voor eigenlijk uh, dat succes. Kijk, je ziet hier dat uh, ooit is die 22.000 geweest. Op dit moment is die 500. Wat mijn strategie is. En dat kan ik eigenlijk ook nog een beetje uitleggen in deze video. Is dat uh, de munten die ik inkoop. Op, uh, nou zeg, uh, 500. Een kwart van mijn munten probeer ik te verkopen op uh, keer 4. Dus dat zou zijn rond de 2000. Je ziet ook de, de rode strepen. Dat zijn punten waarop ik probeer te verkopen met mijn munten. Uh, als ik een kwart van mijn inleg verkoop op 2000. Wat op de totale grafiek is dat de onderste lijn, zeg maar. De onderste rode lijn, dus hier zo. Uh, dan heb ik mijn totale inleg alweer terug. Terwijl. In het verleden is de koers veel hoger geweest. Dus al deze uh, verkooppunten zouden voor mij um, keiharde winst zijn. En ik hoef er niks voor te doen, omdat die verkooporders eigenlijk al klaarstaan. Um, andere voorbeeld: Redcoin. Uh, deze is uh, <laughs> niet de allerbeste coin, maar je ziet het. Die staat nu op 9, 9 Satoshi. En hij kan helemaal stijgen naar 109 of zelfs 160. Dat zou dus ook weer keer 10. Uh, je geld zijn. Dit zijn uh, punten uit het verleden, zeker geen garantie voor de toekomst. Maar zoals je ziet, zeg maar, die onderste punten, dus uh, uh, rond de 5 en rond de 10. Zo lang is die in drie jaar niet geweest. Hij, hij, hij zakt nu pas weer naar dat niveau toe. Dus al die tijd is die 50 geweest. Het, de, de markten staan er zo goedkoop bij dat het, um, het potentiële verlies kan heel groot zijn. Want als je hier dus één punt verschil hebt heb je al 10 keer 10% verschil. Dus als deze van 9 naar 10 vers verspringt, heb ik 10% winst of verlies. Dus het gaat extreem hard met deze coins. Maar als die dan dus naar uh, de 100 stijgt, heb ik wel keer 10 mijn geld terug. Nou dan NEM, uh, de, de, soms zijn de afkortingen anders dan uh, hoe je de coin zegt. Maar uh, ook hier, hier zitten we op een prijs van 500. Nou in drie jaar tijd, zie je... En dan zitten we weer in dat uh, uh, hoe heet het? april verhaal eigenlijk. April, toen was die hoger dan dat die nu was, drie jaar geleden. Dus de markten staan er nu zo goedkoop voor dat het haast een, 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 een crypto hype 2.0 kan worden. Mits mensen hier um, ja, de, op instappen natuurlijk. Want als je niet meedoet, dan kan je hier niet van profiteren. XLM, Stellar, Stellar Lumen. Ook in, uh, zeg, uh, na de crash. Uh, dat is in. Uh, hier, dit is april ongeveer. Dus de eerste hype. Toen daarna is die nog een keer gek gestegen. En daarna is die, uh, zeg, twee jaar lang niet zo laag geweest. Dus dat die een lange tijd is geweest. Deze koop ik iets hoger in. Maar ik heb gewoon vertrouwen in deze coin. Um, daar zijn de, de marges ook wat, uh, wat uh, gevaarlijker van. Want keer vier, dat is eigenlijk hier. Dus die stijgingen zijn minder hoog geweest. Maar alsnog heb ik heel veel vertrouwen in deze coin. Dus ik heb deze gewoon aangekocht. En. Um, uh, omdat ik, ik heb het zo verdeeld, je moet, de, de coin is bij deze is die heel laag in Satoshi. Het is een meer betrouwbare coin dan dat die andere coins misschien zijn. En dus is dit een, een betrouwbare uh, coin om te spelen. Maar goed, ik heb ook overal een ander percentage weer van die coins ingekocht. Dus ik heb een soort verdeling gemaakt over hoe, uh, uh, ja, hoe ik gewoon de markt wil spelen. En dan als laatste Verge. Nou, ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar met Verge zijn er mensen gigantisch rijk geworden in 2017. En de, een van de redenen waarom ik ooit op Verge ben gaan spelen, was niet zozeer vanwege de, uh, de uh, meerwaarde van die coin. Het is een privacy coin waarmee je dus uh, um, anonieme transacties kunt maken. Beter dan dat je zou kunnen met bijvoorbeeld een Bitcoin, want Bitcoin is totaal niet anoniem. Um, daar. Uh, maar de reden dat ik daar ooit voor ben gespelen is omdat hij toen rond de 100 Satoshi was. En je moet het beseffen dat elk puntverschil, 100 of 101, zou 1% winst of verlies zijn. De reden dat ik dus um, uh, die coin ooit ben spelen, was dat ik ze gewoon voor 100 kocht. Wacht ik tot ze naar de 103 gingen, verkocht ik ze. Wacht ik weer tot die zakte naar 100 en, enzovoort. En dan maakte je steeds uh, in, in een dag maakte je 10% winst omdat hij gewoon drie keer daar naartoe schommelde. Het uh, was wel een fulltime job, veel daytraden, maar uh, het was zeker mogelijk. Nu is dat op Virgin een minder plausibel verhaal, omdat het volume heel laag is. Dus als je kijkt naar uh, even, zeg, drie maanden, dan zie je dat de fluctuaties eigenlijk heel erg meevallen. Dus er zitten wel steeds uh, uh, fluctuaties in, maar, steeds maar je ziet het vooral nu, zeg maar, 1% verschil uh, per keer. Dus dat is niet... Uh, niet uh, Heel boeiend om nu op de D te treden. Maar dat is wel de reden waarom ik ooit Verge mij gaan, uh, gaan handelen. Nou, nu is het dus zo dat uh, in april 2017, dat was hier, uh, zat hij op de ongeveer 3 Satoshi. Toen is hij op een gegeven moment gestegen naar de 100. Nou, dat is het moment dat ik ben ingestapt. Dus dat is uh, mei, iets later zie je. Helaas, want anders had ik al uh, mijn geld kunnen verdienvoudigen, maar dat is praat in het verleden. Dus zag je dat die rond de 100 was. En dat was een goed moment om voor mij om te daytraden. Want al deze punten verschil, daar kon je gigantisch veel geld op maken. Steeds. Door die uh, het puntenwijziging. Maar wat gebeurde op een gegeven moment, uh, eind 2018, toen de bitcoin naar uh, 20.000 ging. Wat een moment op manen was, maar toch. Toen is die van de 43 naar de 18.000 gegaan. Dus had jij op dat moment verge, dan heb jij ook weer je geld verdertigvoudigd of iets in die richting. Ja, dat, is, dat zijn gewoon bizarre tarieven. En um, eigenlijk, uh, zoals je ook ziet, is het in drie jaar tijd. Is het, heel erg, is het alleen maar hoger gebleven. Dus we zitten nu 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19. Ik heb geen zin meer in crypto. En ondertussen staan we weer gewoon op hetzelfde niveau van um, drie jaar geleden. En de reden dat ik op dit moment in ben gestapt en het niet eerder heb gedaan. Is omdat het potentiële verlies op dit moment. Zo dusdanig klein is dat de, uh, dat de winsten die je kunt krijgen het, het verlies waard zijn. Stel dat ik deze 500 euro verlies, ik ga de aankomende tijd uh, wel meer geld instoppen, maar ik wil het eerst zien en dan geloven. Je gaat natuurlijk niet gelijk met, uh, met een ton instappen. Dat is dus de reden dat ik uh, deze investering heb gedaan. En ik zie het nu in anderhalve dag tijd, 15% winst. Had ik het maar met een ton gedaan, want dan had ik nu dus 15.000 euro. Kon ik lekker niet op vakantie, want het is coronatijd. Maar dat, uh, ik denk wel dat ik uh, nu met serieuze bedragen ga instappen. Het is, het is de tijd mensen, ik wil jullie um, eigenlijk deze kennis delen. Doe ermee wat je zelf wilt. Uh, het is zeker geen garantie. Uh, resultaten uit het verleden zijn nooit garantie voor de toekomst. Um, maar dit is even in vogelvlucht uh, weer waarom ik denk dat dit een, een mooi moment is om uh, in te stappen. Uh, nou, zou je het leuk vinden dat ik meer van dit soort video's maak, dus je uitleg uh, hoe je daadwerkelijk kunt aankopen en verkopen op de beurs, laat het dan weten. Um, ik leg het je graag uit, ik deel ook uh, zeker graag meer over mijn, uh, mijn strategie. Uh, ook over de munten waarop ik heb geïnvesteerd. En uh, waarom je me ook niet ziet spelen op Bitcoin en Ethereum. Terwijl dat wel de twee meest populaire crypto's zijn die eigenlijk iedereen kent. Um, ja, dit was het. Ik, uh, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Uh, ik ga het hopelijk aankomende twee maanden heel erg leuk vinden. Um, het kan voor hetzelfde geld ook veel langer duren. Voor hetzelfde geld zit ik over een jaar nog en is uh, mijn prijs is nog gehalveerd. Dat kan allemaal. Het is uh, geen garantie voor succes. Maar uh, kijk er zelf naar overweeg het en uh, ja, doe ermee wat je wilt. Bedankt voor het kijken en uh, graag tot ziens.